Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij je terug met een prachtige lichtroze goodie box. Ik unbox elke maand deze box. Voor de mensen die goodie box niet kennen, een goodie box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box krijgt ter waarde van minimaal 85 euro voor slechts 25 euro in de maand. De box is altijd gevuld met van alles omtrent beauty. Dat kan skincare zijn, make-up, accessoires, etc. Het is gewoon elke keer weer een verrassing aan je deur en dat vind ik altijd heel leuk hieraan. Je betaalt dus 25 euro elke maand. Je weet niet van tevoren wat je ontvangt. Dus het is gewoon echt een verrassing. Maar het zijn in ieder geval altijd minimaal 5 producten. En de waarde is ook altijd minimaal 80 euro. Dus je bespaart sowieso een hoop geld. En ook is dit een hele leuke manier om nieuwe producten uit te proberen. Die je misschien niet 1, 2, 3 zou halen. Dat heb ik in ieder geval echt heel vaak. Elke maand ontvang ik de box. En unbox ik hem hier samen met jullie. Als je de box al hebt, kunnen we samen unboxen. Als je hem nog niet hebt, nou dan abonneer zeker. Ik zet een linkje beneden in de beschrijving. Het is gewoon maandelijks opzegbaar. Dus mocht je er toch niks meer vinden, je kunt dan gewoon lekker makkelijk snel opzeggen. Maar ik ontvang hem al letterlijk jaren en ik ben er echt heel blij mee. Dus vandaag gaan we weer deze unboxen. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik heb het gevoel dat ik deze intro echt zo snel heb gedaan. Ik praat er echt als een trein. Maar goed, dit is dus de box van deze maand. Een hele mooie lichtroze box. Wat ook leuk is aan deze boxen. Je ontvangt er dus elke maand zo eentje. En elke maand is een andere kleur. En je kunt ze zo op elkaar stekken. En dan een soort van ladekast creëren. Dus pleur ze vooral niet weg. Want het is echt heel handig om te gebruiken. Om dingen in op te bergen. En dit zijn de producten die we deze maand hebben ontvangen. We hebben volgens mij iets meer dan 5. 3, 4, 5, 6, 7 producten. Maar 2 zijn hetzelfde. Dus I don't know. En ik ga beginnen met die. Want ik heb hier 2 oogpotloodjes. Van het make-up merk Gage heb ik hier de Velvet Touch Eyeliner in de kleur 019 Tempsion. Ik weet niet zo goed waarom we de 2 hebben ontvangen. Ik weet ook niet of iedereen de 2 heeft ontvangen. Let me know beneden in de reacties of je er 1 of 2 hebt. En het is allebei precies dezelfde kleur. Het is een diep paarse kleur zoals je kunt zien. Deze ga ik gebruiken en deze ga ik dus weggeven. Ik ben benieuwd. Het lijkt wel echt een hele mooie kleur. Oeh, hij voelt heel zacht aan. Kijk, een hele diep paarse kleur. Toevallig met deze make-up look heb ik hier paars. En ik heb nog niks in mijn waterlijn. Dus ik ga deze er gewoon in doen. Ik denk dat deze nou heel mooi gaat matchen met deze ooglook. Oeh, heel veel pigment. Heel creamy. I like it. Kijk het verschil met hier en met hier. Hier is het nou iets meer sultry. Iets meer donker. En hier is het nog echt zo blij. Helemaal niks. Een oogpotloodje is zoiets kleins. Het is zo minimaal. Maar het maakt echt best wel wat verschil. Zoiets kleins kan zoveel verschil maken. Ja, echt heel mooi. Past echt perfect met deze ooglook. En hij is echt heel creamy. I love it. En next up is iets voor het lichaam. Van het merk Vita Liberata heb ik hier de Self Tanning Gradual Lotion. Dit is dus een lichaamscreme. En die wordt bruin. Dus als je hem opdoet, na een tijd word je dan iets bruiner. Ik heb al gebruind. Ik gebruik mousse om te bruinen. Maar dit is heel handig voor de mensen die niet de grote stap naar echt een bruiningsmousse willen maken. Want dat is altijd best wel heftig en kan echt heel erg verkeerd gaan. Dus als je dan zo'n soort product gebruikt om mee te beginnen, of je vindt dit al gewoon mooi, dan is dit heel handig. Je brengt het gewoon aan als een lichaamscreme, als hoe je gewoon normaal je crèmes aanbrengt. En dan naarmate de tijd verstrijkt, wordt je steeds iets donkerder. Dus dit soort dingen zijn altijd heel handig. Ik ga hem nu niet gebruiken, want ik ben al gebruind. Maar als je hem hebt gebruikt, laat ons weten in de reacties wat je ervan vindt. Next up een serum. Van Fix & Rouge heb ik de Fortify Face Serum. Ik stroom echt over van de serums, jongens. Ik heb er zoveel. Dit merk krijgen we ook best wel vaak in de goodie boxen. Oeh, mooi geel flesje. Kijk even hoe mooi dit flesje eruit ziet. I love it. Dit is dus een lichtgewicht serum. En het beschermt je gezicht tegen onder andere blauw licht. Dat is het licht wat afkomt van je laptop, computer, phone, etc. Ik zie nou heel vaak dat heel veel producten dat doen. Dus volgens mij is dat weer iets nieuws. Er zit niacinamide in en hyaluronzuur. En dat hydrateert de huid. En het maakt je huid weer steviger en meer smooth. Nou, het is eigenlijk gewoon echt een cliché serum. Je moet hem gewoon elke dag aanbrengen voor je dagcreme. Oké, nou dit is een product die ik vaker zou moeten gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. Maar aangezien ik al een heleboel serums heb, ga ik deze waarschijnlijk weggeven. Maar ik vind het er wel heel mooi uitzien. Next up is voor de haren. Van het merk Antonio Axu heb ik hier de Super Glow Hair Mask. Ik moet zeggen, ik ben heel benieuwd naar dit product. Ik ben altijd een beetje moeilijk met haarproducten, want ik gebruik echt specifieke producten voor krullen.
Maar deze ziet er wel echt mooi uit. Super glow, clear glaze treatment voor all hair types. Dus voor elke haartype. En dit moet dus echt een ontzettende prachtige glans aan je haar geven. Dit gaat ook heel mooi zijn met stijlhaar. Met krullen valt glans niet echt op. Maar als je haar stijlt, is het heel mooi als je haar heel mooi glanst. Als ik stijlhaar zou hebben gehad, dan had ik dit product zeker te weten geprobeerd. Instant gloss. Dus je krijgt echt gelijk een glans. Je moet het op nat haar aanbrengen. 1 keer in de week. En dan gewoon 5 tot 10 minuten laten zitten. Nogmaals, als iemand dit heeft getest, laat ons weten beneden in de reacties wat je ervan vindt. Aangezien ik krullen heb, kan ik hem niet gebruiken. We gaan verder met een van mijn favoriete merken, Rituals. Van Rituals heb ik de Sun Protection Milky Spray. SPF 30. Jongens, ik zat al na te denken dat ik weer SPF moest hebben. Want de zomer komt eraan, et cetera. Ik heb er nou ook alweer eentje voor mijn gezicht. Van Clarins, ook SPF 30. En deze is heel handig voor je lichaam. Dit is een spray. Ik ga op vakantie naar Spanje. Dus dit is echt heel handig. En ik vind een spray heel fijn. Een crème is toch best wel wat gedoe en zo. Dus een spray lijkt mij echt ideaal. Ik ga hem gewoon gelijk gebruiken. Gebruik altijd minimaal 30 als je echt weet dat je echt in de zon gaat zitten. Ik ga gewoon een beetje zo aanbrengen op mijn armen. Niet dat ik vandaag weg ga of zo. En het is niet eens heel mooi weer. Maar gewoon voor de video. Ik ga stuk. En dan gewoon zo lekker insmeren. Oeh, het ruikt heerlijk. Die geur is echt geweldig. Ja, jongens, ik weet het al. Deze gaat echt zeker mee op vakantie. Hij smeert ook echt heel snel uit. Zoals je kunt zien, hij laat geen witte waas achter of zo. Oh, ik heb echt dikke bovenarmen. En het ruikt echt fantastisch. Heel veel SPF's ruiken echt niet lekker. Maar ja, ik ben niks anders gewend van Rituals. Ja, heel fijn. Ook heel handig voor de benen. Je bent super snel klaar. I like it. Water resistant. Dus hij gaat er niet af in water. Dat betwijfel ik wel een beetje. Volgens mij, als ik het goed heb, is er een verschil met waterproof en water resistant. Waterproof is dat je echt letterlijk gewoon in een zwembad kunt gaan en het er niet afgaat. En water resistant houdt volgens mij in dat als er gewoon een beetje water opkomt, het er niet gelijk afgaat. Dus volgens mij, ja, is het dat. Ik ben hier echt heel blij mee. Deze gaat lekker mee naar Spanje. Mijn gloss is er af aan het gaan. Ik heb deze gloss op van Kruidvat. In de kleur 020 Honestly Nude. Oh, ik ruik helemaal die geur. Echt heerlijk. Nou heb ik hier een lichaamsscrub. Van Frank Body heb ik hier een lichaamsscrub. Deze tekst hier is echt hilarisch. Guess what? You'll be naked in a minute. En dat klopt, want als je je lichaam gaat scrubben ben je naakt. Kijk dit kontje hier. Ik ga stuk. Dit is dus een lichaamsscrub. Vind ik heel fijn. Ik scrub mijn lichaam altijd voordat ik ga bruinen. Over 2 dagen ga ik weer bruinen. En dan ga ik hem gelijk proberen voor jullie. Dus jullie gaan zo meteen beelden zien over 2 dagen. Ga gewoon lekker in de douche. Maak je huid nat en scrub lekker. En je moet ronde bewegingen maken als je scrubt. Je kunt de scrub handschoen gebruiken voor een extra effect. Of gewoon met je handen. Dat kan ook. Je moet het voor 3 minuten laten zitten en dan eraf wassen. Ja joh, moet je lichaamsscrub laten zitten? Dat doe ik echt nooit. Is dat een ding wat ik gewoon nooit heb geweten? Ik haal mijn lichaamsscrub eraf. Er gelijk af. Oké, okay, er zit van alles in. Koffie, et cetera. Oh, het is ook echt een koffiescrub. Scrub. En het maakt je huid smooth en laat het glanzen. Ik ben benieuwd. 2 days later. Oké, mensen, ik ga nou mijn lichaam scrubben, want ik ga straks bruinen. Dus ik ga deze scrub gebruiken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een beetje geknoeid hierin, maar zo ziet het eruit. Het is gewoon letterlijk een bruine koffiescrub. En het ruikt ook echt helemaal naar koffie. Oh my gosh. Oké, jongens, ik heb gedoucht. Mijn huid voelt zo zacht aan. Altijd na een lichaamsscrub voelt je huid echt super fijn aan. Super leuke box weer. Echt wel een aantal producten die ik ga gebruiken. Maar ook wel een aantal die ik helaas niet kan gebruiken. Dus wat ik niet gebruik, maak ik altijd iemand anders blij mee. En de rest, ja, ga ik gewoon blijven gebruiken. Ik vind het altijd heel leuk om nieuwe merken, nieuwe producten te proberen. Dus een goodiebox is daar ideaal voor. Nogmaals, als je ook wilt abonneren op de box, beneden in de beschrijving staat een linkje. En je kunt je dan gewoon makkelijk aanmelden. Slechts €25. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Let me know beneden in de reacties. En laat me weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!